Hoewel de regering niet kan bepalen wat de opkoopprijs van paddy moet zijn, zal zij wel proberen om daarbij te helpen. Dit liet minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren weten tijdens een ministeriële bezoek aan het district Nikeri. De rijstboeren in Nikeri barricadeerden op woensdag 30 maart de Henarbrug om hun onvrede over de drastische daling van de paddy-opkoopprijs kenbaar te maken. De prijs voor een baal natte paddy van 79 kilogram is gekelderd van 470 SRD naar 400 SRD. Wij hebben op beide groepen een beroep gedaan om hun kostencalculaties te presenteren. En ik hoop dat we dat aanstaande dinsdag kunnen hebben. We hebben nu tijd, vanaf nu tot en met dinsdag, om goed daarnaar te kijken. En misschien, alhoewel het niet onze verantwoordelijkheid is, nog onze wettelijke grondslag heeft, om te indiceren in welke richting men zou moeten gaan voor de rende van die prijs opkoop. Uiteraard tussen 400, alhoewel ik heb begrepen dat de verwerkers bereid zijn in ieder geval 4,25 als opkoopprijs te hanteren. 4,25, dat is natuurlijk ver beneden wat de paddy boeren zelf zouden willen, want die zijn begonnen bij 4,70. Zij praten over een kostencalculatie van 5,70. Wij kunnen dat niet goed beoordelen, zeker niet op een bezoek als deze. We moeten het bestuderen. Dus we hebben gevraagd om onze kostencalculaties te doen toekomen. De paddyboeren hebben dat inmiddels gedaan. Dus wij hopen in de komende dagen dat we in goed overleg met het structurele overlegorgaan dat gecreëerd zal worden om te komen tot een acceptabele vaststelling van de prijs. De bewindsman hoopt dat iedereen zich zal houden aan de vast te stellen opkoopprijs en verwacht niet dat de opkoopprijs minder zal zijn dan 425 SRD. Als boeren meer kunnen krijgen, dat zal afhangen van de verschillende verwerkers, de opkoopbedrijven zelf. Ik begrijp dat voor Adron, Ras Adron, 4,75 wordt betaald. Dus dat moet de markt zelf uitwijzen. En ik laat het aan de twee belanghebbende groepen over om verder met elkaar overeen te komen. Behalve de opkoopprijs van paddy zijn er meerdere onderwerpen ten aanzien van de sector ter sprake gekomen. Minister Ramdien haalde aan dat er gewerkt zal worden aan de waterschappen in het district.